Mijn naam is Sinan Kelebek, ik ben de oprichter van SK Coaching. En ik ben al 4 jaar actief op Eiburg met verschillende activiteiten in het CVT en hier op het Ed Pelsterpark. Deze jongens, de oudere jongens, die heb ik opgeleid zeg maar, als sportleiders. Daarvan heb ik er ongeveer 10. Die geven nu op het plein sportactiviteiten aan de kleinere kinderen. Dan gaat het niet alleen om het voetballen, maar puur competentie versterkend zijn. Dus dat betekent gedrag observeren en dan afspraken maken om het gedrag te verbeteren van een kind. En daarnaast in de zaal heb ik dan echt zaalvoetbalactiviteiten voor kinderen tot 14 jaar en kinderen 14 jaar en ouder. En daarnaast heb ik nog met de oudere jongeren, die begeleid ik persoonlijk. Daarmee voer ik dan individuele gesprekken om de hulpvragen in kaart te brengen. En proberen de hulpvraag te beantwoorden. Daar komt het op neer. En op de maandagavond om 8 uur hebben we op dit veldje buurtmoedersvoetbal. Dit is een initiatief van Mike en mijzelf eigenlijk. Daarbij worden de buurtmoeders uit de buurt krijgen dan een voetbaltraining van de jongeren uit de buurt. Mike is? Mike Michielsen, die woont aan de overkant. Ikzelf en 2 jongens lopen ook avondrondes 2 keer in de week door de buurt. Om te kijken of er overlast is en als die er is, wat we ermee kunnen. Op een laagdrempelige manier aanspreken, de overlastgevers. Dus het zou fijn zijn als we daar ook buurtbewoners in mee kunnen nemen. Weet je? Dat die meelopen, want dat zorgt voor een binding tussen de jongens en de buurtbewoners. Maar ook om in gesprek te gaan met de overlastgevers. Dat is het ene. En ten tweede wil ik natuurlijk alle buurtmoeders uitnodigen om een keer mee te komen doen hier om 8 uur op het Pelsterpark.